Je mag ook eens gooien. Ja? Jazeker. Oh, god. Ja, pak je dit bord maar. Ja, wel, is dat het beste bord? Ja, dat is het beste. Oké. Okay. In de midden gooien, hè. Goed zo. Ja, goed. Ja, een 1. 4. 23. Ja, nou. Alweer een uur uit te bieden. 58. 23. Ja. Nog hier een keer om te zien of dat geen geluk was. Klopt gewoon. Ja, nu werd er wel op mij gekeken. Ja, laat ja, ja. We hebben vandaag wel een jarige erbij, hè. Bekende jong van de tv. Ja, 46. Ik kan er ook niks aan doen. Hoeveel wordt het? Nu is het 46. Het werd op het moment. Ja, nee, maar het is bekend 100 in 42. Proficiat. Dank je. Hoe jong ziet je geworden? Ja, ze zeggen bij, voor de grap zeggen ze 68, maar maak er maar een gewoon 86 van. Maar dan ben ik een beetje grudge op. Ja, dat mag. Ja. Dan moeten we nog maar zien te presteren. Ja, nu voor 14 dagen, dan beginnen we nog weer. Dat doe ik ook nog altijd. Oh, dus tennisje, want ik begreep net van... Tennisclub is hier neven. De kantinebaas, dat de tennisclub hier neven zit. Ja. Oké, en er zit ook nog een scouting. Nee, dat is... Dat is toch? Het nieuwe gebouw wat afgebrand is, hebben ze nieuw opgebouwd. Dat is een prachtig gebouw geworden. Dat is door zitten jonge garde eigenlijk. Ja, 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 heel jong. Ja, bij de tennisclub is al van 61 zitten die hier. Dat was vroeger dus een Philips. Vereniging, maar inmiddels helemaal open. Ik heb Philips, nou want wij hebben een aantal keren Philips geroepen en gezag. Ze hebben niet zo lang hebben ze de slogan gehad, hè? Let's make things better. Ja. Als ik dat huurde, doe ik altijd bij mezelf van, ja, jongens, maar maak de dingen dan misschien wel iets minder goed dan ze moeten zien? Als ze zelf zeggen van... Ja, maar dat we is moeten het beter doen. Nee, maar dat is met allemaal. Alles, Ziggo ja. Kreeg om de havenklap een berichtje van dat ze weer gaan werken in de buurt aan de kwaliteit. En dat het internet nog sneller wordt en zo. Ja, dat. Maar daar geloof je niet in. Allemaal lulkoek. Lulkoek. Ja. Maar we beginnen meteen zo verder. Ja, goed. Ja. Mager en gezond, hè. Kriskras. Jo, hard werken, niks verdienen. Ja. Ja. Dat soort dingen. Heb je 100 gegooid? En dan heb je minst gezien. Nee. Ja, maar, dat hebben ze wel gezien. Wat vindt je? Moeten we dit uitzenden? Ja, voor mij mocht het wel. Het mag best bekend worden. Oké. Best wel, heb je ook bij Philips gewerkt of ziet je aanhang? Aanhang. Ja. Van? Nee. Je ziet een setje. Ja. Ja. Heb ik even geluk. Ja. Ja, ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, via de verenigingen. Oh, dus hoe lang kent je elkaar? Je hebt elkaar op de vereniging leren kennen? Hier op de vereniging leren kennen. Leuk! Maar dat komt dus omdat Zinneman, een oud collega bij Philips, overleden is in 96. Uh-huh. Mijn vrouw in 99. En ze wordt dus lid, ook samen hier met mijn echtgenote. En op een gegeven moment vonden we toch die dat voor bejegingen liggen. In zonde. Nou, leed trek. Oh, wat een doel. We gaan eens even bij jij liggen. En wat zei het Giet toen hij met dat wilde plan kwam? Ja, dat heb wel even moeten wachten. Zo snel geen nee. Je ziet een dame van eer, hè? Ja, dat zou ik denken. Maar Giet ook direct van, om het maar even in de dart, Giet ook direct van bullseye toen het geheur zoog? Meteen. Ja? Ja, absoluut. Ja, ja. Wat kan ik beter voorkomen? Ja, is toch prachtig. Ja, wat leuk. Ja. Nee, maar dan is dit een vereniging die ook al heel veel heeft gebruikt. Ja, als dat allebei, zijn verschillende. Ja, als allebei die partner is verloren. De had ook een partner. De tweede secretaris. Ja. 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 Maar dat zie je het eigenlijk heel veel over het belang van...
Een vereniging. Van een vereniging? Ja, ja. Niet alleen hier, dat zijn natuurlijk wie Philips, waar ooit in 60er jaren 3200 mensen werken. Daar zijn natuurlijk heel veel setjes geboren. Mensen die zich toch leerden kennen. En. Dat is dus niet alleen vereniging, maar ook bedrijf. Nou ja, ik probeer me dat dan voor te stellen. Dat ze elkaar op de werkvloer leren kennen. En dan wordt ze een stijl. En dan zien ze elkaar niet alleen toes, maar ook nog eens op het werk. Ja, maar dan worden we in de tijd anders. Ja? Ik heb de vrouw ook en bij Philips leren kennen. Ja, in 59. Wie? In 59. En ja, dus zo is het toen begonnen. Maar 59, toen word je 19? Ik ben van 37. Vertel nog even wie het er nou wie dit ging. Maar wie ging dat in 59 dan? Nou, ik ga een paar maanden in Eindhoven bij Philips gewerkt. Ja? En ik kwam op de verjaardag van mijn toekomstige echtgenote toen. Die zat in die afdeling daarnaast. Ja. Die was jarig op den dag. Ja. En toen leerden we ze eigenlijk kennen. En ja, toen waren we meteen gebakken. Ik vond het een aardig vrouwke. En ze vond me Simbra de aardige jong. Zoon van een zakenman. Dus die had gedacht. Maar ja, achteraf bleek dat de pap van mij kapper was. En die verdiende ook niks. Maar ja, het wordt te laat. Ja. Maar ze kreeg wel korting bij de kapper. En dan hebben we een 61 getrouwd. Kijk. Ja. Zo is dat toen begonnen. En we op een gegeven moment een... toen in de tijd een vrouw trouwde, dan moest ze bij Philips weg. Ja, daar hadden we net mee. En had ook kerstverse echtgenoten door moeite mee om afscheid te nemen van het werk? Nou, die had nog deze even... mevrouw al, die vond dat heel jammer. Ja, maar de vrouw ook, die werkte Geer. En die is toen naar een afdeling gegaan, boete, het bedrijf, waar allemaal gehuwde dames werkten. Maar op een gegeven moment is dat ook gestopt. Er worden bedrijven voor gehuwde dames? Ja. Er worden ja? In de Baandert. In de Baandert. Ja. Vroeger bij het oude Citadia-terrein. Ja. Daar worden ook een hal. En ja. Daar zaten de getrouwde dames van Philips. En wat deed die door? De werkzaamheden die radiobuisjes maken of iets in die geest. Oh, wat erg. Dus eigenlijk deze min of meer... Hetzelfde werk. Wat ja. Wat GD-dok... Ja, GD-doklampen. Heb ik gecontroleerd, ja. 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 Dat wordt toen in der tijd. Trouwens, als ik goed geteld heb... heb je 2 jaar gevreed voordat je ging trouwen met... Ja, in 59 en in 61. Ja. Getrouwd. G zei het net van, ik heb 7 jaar gevreed. 7 jaar verkering gehad, joh. Ja, verkering, ja. En 6 jaar getrouwd. Maar dat was verdiend niet. Was dat voor een verkeringstijd, denk ik, wel behoorlijk lang. Ja. Wat heb je gedaan? Paken de wereld overgereisd? Ja. Nou ja, maar of zeg ik nou iets hoe raar is dat in den tijd, 7 jaar verkering? Ja. Zullen we voorzien dat we in de laten doen? Ja, ja. En zeker in 65 wordt mijn zoon geboren. Misschien wel voor dich ook een bekende figuur, Gerald van Gemert. De zanger. Ja, dat is mijn zoon. Dan worden in 65 geboren. Ja. En toen wordt werken dus helemaal. Zeg maar van de baan. Nou valt wel een kwartje, want nou wordt me ook duidelijk waarom deze goed kan praten. Ja, maar dat kan... Ik kan goed zingen. Ik kan heel goed zingen, maar ik kan ook goed praten. Maar pap werd ook weer met zijn woordjes weggemot. Ja, dat leerste. Wat vond je nou zo leuk aan hem? Het is gewoon een leuke kerel voor mij. Ja. Ja, dat is het gewoon. Het is charmant, het is leef. Dat moet je net zeggen, ja, charmant. Ze het is mee? Wel een beetje... hè? Ja. Het wel een charme over zich, ja. En wat vond je zo leuk aan haar? Een sportieve meid. En, ik heb het gezien net, bij de abort. Heel sportief. Na haar 60ste. Is ze begonnen met tennissen. Dat heb ik erbij gebracht. Dat heeft een paar cent gekost. Dat heeft een paar cent gekost. Maar...
Met het gevolg dat ze s'nachts kunnen zwanger maken om te tennissen. Zo. En ze spelen goed. Oké. Okay. Ja. Is dat waar? Kunnen we ook s'nachts wakker maken om te tennissen? Ja. Dus niet voor andere dingen, maar wel voor tennissen. Alleen voor tennissen, maar anders niks meer. En lekker eten en drinken. Ja. De rest wat we gewoon ja, alle gekken op een stokje. Ik vind het echt fantastisch dat ze dat nog op die paardmuis krijgen. Moet ze geluk hebben. Ja. Ja, ik bedoel, onze partners die zijn niet zo oud geworden. Ja. De man van Emmy 58 en die van mij 60. Ja. De pap van mij 63, ik bedoel maar. Ja. Dan moet je geluk hebben in het leven en dat buiten we natuurlijk ook een beetje goed. Ja, ja natuurlijk. Ja, maar dat kunnen we niet veel aan doen, hè. Nee.